Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito en Jack Hansen. Vrijheid mag van Bijleveld. En hier vrijheid. En de uithalen ook van Prupper, die de bal ook voor het doel had kunnen geven. Goed verlengd door Trezor. Pavlidis. Kortste weg naar het doel. Pavlidis zelf. En dat is een mooie goal. En dan is Pavlidis weer weg. Pavlidis. Lastige hoek. Rebound is raak. Voor Gürkem Saglam. 2-0 Willem II. Saglam. Yeboah. Ook hij. 3-0. In 7 minuten tijd maakt Willem II 3 goals. Pavlidis, en daar is hij. Hij racht hem binnen en maakt zijn tweede. Pijnlijke middag voor Heracles. 4-0 in Tilburg. Ja, hallo en welkom. Mooi dat je weer kijkt naar een gloednieuwe uitzending van Heracles TV. Afgelopen zondag was daar helaas een teleurstellende nederlaag in Tilburg. 4-0 werd er maar liefst voor de Tilburgers. Kortom een middag om snel te vergeten voor Heracles. Maar diezelfde avond was er nog wel goed nieuws. Want Mats Knoester werd opgeroepen voor het eerst voor de selectie, de voorselectie van Jong Oranje. En wij spraken met hem over dit mooie moment. Ja, natuurlijk ben je trots als je voor de eerste keer erbij zit. Maar het is nog wel een voorlopige selectie, dus er is nog een kans dat je afvalt. Dus ik ben er nog wel voorzichtig in met het vieren, maar überhaupt op het lijstje staan is natuurlijk wel iets heel moois. Nou, wat ik er zelf aan kan doen is gewoon mijn eigen spel blijven spelen en door blijven gaan met wat ik altijd doe. En dat is proberen zo goed mogelijk te spelen natuurlijk, vanzelfsprekend. Dat is denk ik ook de reden, of dat is ook de reden dat ik uiteindelijk in de voorlopige selectie zit. Jong Oranje als elftal, nou, is een bijzonder getalenteerd team, selectie. De beste spelers in die leeftijdscategorie. Jongens die alle op zeer hoog niveau acteren, wekelijks. Ook een ontzettend leuke groep in te werken, allemaal goede karakters, jongens die graag willen, die denken in ontwikkeling en die met z'n allen ook één doel hebben en dat is het EK halen en dat maakt het best bijzonder. Mijn rol daarin is dat ik assistent trainer ben, ik ondersteun Erwin natuurlijk, Marcel en daarin natuurlijk ook de rest van de staf. Mooie staf, goede staf, erg professioneel en ook weer met één doel, gezamenlijk met de jongens het EK halen en daar ook natuurlijk resultaat halen en presteren. Ja, Mats heeft bijzondere stappen gemaakt, snelle stappen gemaakt. Een jongen die ook professioneel is, die goed met zijn vak omgaat. Nou, die fysiek ook een ontzettende stap heeft gemaakt. En ook veel minuten gelijk al heeft gemaakt. Hij heeft daarin elke keer kon hij zich makkelijk aanpassen aan het niveau. En dat laat hij nu ook nog werkelijk zien. Dus dat is erg knap. Ja, ik ben inderdaad toen in de winter gekomen. Toen was het een halfjaartje een beetje wennen, kijken wat ik kon meepakken. Toen moeten vechten voor mijn plek. Ik begon toen tegen Heerenveen natuurlijk op de bank. Toen uiteindelijk in de basis gekomen en er niet meer uitgegaan. Ja, ik had dat zelf ervaren als eigenlijk een beetje wat ik voor ogen had. Dat ik dat seizoen zou gaan spelen. En dat heeft allemaal goed uitgepakt. Ik denk dat het meer een ontzettend mooie kans is voor Mats om zich te meten met de beste jongens hè, in die leeftijdscategorie wederom. Dat hij er ook moet van genieten. Dat is natuurlijk wel iets moois om uit te komen voor Nederlands elftal. Dus hij moet ervan genieten en hij kan zich meten met de allerbeste. En daarin moet hij zich laten zien, hij kan zich profileren en hij moet die kans moet hij aangrijpen. Ja, aankomende tijd, wat ik net ook al aangaf, ik blijf gewoon mijn ding doen. Spelen zoals ik en de dingen doen zoals ik het altijd doe. En op die manier hoop ik er gewoon bij te zitten.
Ja, en mocht Knoester dan bij de definitieve selectie zitten van Jong Oranje, dan maakt hij kans om op 8 oktober in de Kool te debuteren tegen Jong Gibraltar. Of op 13 oktober op Cyprus tegen de leeftijdsgenoten van datzelfde Cyprus. Mats Knoester krijgt er ook een collega-verdediger bij. Afgelopen week presenteerde Heracles Matteo Lesch, talentvolle Kroatische verdediger. En wij spraken met technisch manager Tim Gielissen over deze speler. We kijken altijd eerst naar ons eigen team. We hebben een selectie spelers met contracten. Sommige contracten lopen af, sommige contracten lopen nog langer door. Sommige spelers zie je ze heel goed ontwikkelen, waardoor je inschat van nou, dat zou wel eens een verkoop kunnen worden. Dus eigenlijk door het jaar heen zijn we continu aan het kijken van oké, welke posities gaan er mogelijk openvallen en waarvoor moeten we dan spelers in beeld brengen. Nou, dat doen we. Dat doen we door heel veel spelers te bekijken, door van die spelers rapporten te maken. En vervolgens maken we daar lijsten van, zodat we als het nodig is die lijsten erbij kunnen pakken en kunnen kijken van oké, wie hebben we gezien? Wat voor een type speler is dat? Wat zoeken we precies? Past dat bij ons? En dan gaan we contact leggen. Contact leggen met een zaakwaarnemer. Hoe is zijn situatie? Hoe zit hij er zelf in? Is een overgang realiseerbaar of niet? Dus dat betekent dat we soms op heel veel borden tegelijk schaken om een overgang mogelijk te maken. Het scoutingsteam wordt gevormd door meerdere mensen. Alfred Nuis is daarin onze hoofdscout. Dick Roosink coördineert de scoutingsafdeling. Robin Hoogma is fulltime in dienst als videoscout. En daaromheen hebben we een aantal mensen die we goed kennen, die we langer kennen, die veel wedstrijden zien en daar rapporten van maken. En daardoor zien wij gedurende het jaar gewoon heel veel spelers live. Nou was dat in de coronatijd wat lastiger. Maar zien we veel spelers, hebben we veel spelers in beeld. En het helpt ons om in de zoektocht naar geschikte vervangers altijd weer namen op tafel te kunnen leggen. Zoals ik zei, zijn we altijd aan het kijken naar spelers. Hè. Dus we zien veel wedstrijden. Matteo hebben we vorig jaar gezien op het toernooi in Duitsland. Daar viel hij op. Vervolgens hebben we daar rapporten van gemaakt. Komt hij in onze database. Ja, en toen, na het vertrek van Dario, de vraag ontstond naar een jonge linkercentrale verdediger met potentie. Die we eigenlijk in de schaduw van Mats al intern kunnen gaan opleiden en doorontwikkelen. Was hij een van de namen die daarop terugkwam. We zijn dat verder gaan onderzoeken. Biomateriaal bekeken. En er zelfs nog extra videomateriaal opgevraagd. Nou, die indrukken waren goed. Vervolgens contact gelegd met zijn zaakwaarnemer om te kijken of een overgang te realiseren was. En ik moet eigenlijk zeggen dat het redelijk vlot verlopen. Dus daar zijn we blij mee. Matteo is een linksbenige centrale verdediger. Met goede fysieke voorwaarden. Hij is nog jong, er zit veel rek in. Hij wil graag goede mentaliteit. Hè, dus dat zijn voor ons voorwaarden waardoor wij het gevoel hebben van ja, daar zit veel rek in zo'n speler. Echte verdediger hè, die zijn duels wil spelen en kan spelen. Heel gefocust is, heel geconcentreerd zijn wedstrijden speelt. Goed linkerbeen, passing lang en kort. En met zo'n jongen, die heeft heel veel positieve voorwaarden om mee aan de slag te gaan. En dat is dus de uitdaging die we altijd hebben met spelers. Ook onze trainerstaf is toevertrouwd om zo'n jongen door te ontwikkelen en op het goede niveau te brengen. Ja, dan is het hoog tijd om vooruit te kijken naar aankomende zondag. Dan ontvangt Heracles namelijk hier op Erve Azito PSV. Een bijzonder duel, ook voor Mauro Junior. De Braziliaanse middenvelder maakte vorig jaar nog furore hier in Almelo en speelt inmiddels dus weer bij PSV. Het leek ons een mooi moment om op bezoek te gaan bij de Braziliaan. Om te spreken over zijn tijd hier in Almelo en uiteraard dat treffen van aankomende zondag. Yeah, I'm really happy to be back at PSV. I had a good time at Heracles also. And now I'll have to leave the present. So I'm really happy to be back at PSV. De Grino, jawel! Yeah, it was a really good season for me. I enjoy a lot. Yeah, I should make the supports happy and everybody in the club happy as well. So, yeah,
I enjoyed the time there. It was really, really great for me. And I appreciate a lot. Yeah, sometimes I talked with Adrian Zouk. And yeah, I have sometimes a little contact with him. Also, I text Cyril also. And yeah, that's the players. Not a lot contact with the players, but still friendship, good relation. Was a good welcome back because I did a good season, so yeah, I'm enjoying the time. And yeah, was grateful that I make a good season by Heracles, and then I had a good welcome back. Yeah, that's why. Yeah, I play as a left back. Yeah, because we don't have a really left back before, we don't have. But for me it was fine. The important was that I play a lot of games in the preseason, and I'll play against Groningen as well. And yeah, it's more important that I make minutes, that I be fit, and doesn't matter which position I will play. Good that I was last season by Heracles with the German coach. I didn't expect was coming a German coach here, so yeah, was good for me, was important for me. Junior, Mauro Junior. Tel, wat is die uithaal van de Braziliaan Fai. Mauro Junior, dat is de kleinste van het hele veld. What I learned in Heracles was a lot of things, a lot of good things. And yeah, inside of the pitch, of course, but also outside, like to be a man, to have responsibility. And yeah, I appreciate a lot the time there. And I learned many things. So. It's not just about inside the pitch, but also outside. Yeah, I will do my best to play, to make minutes, and yeah, we will see. And yeah, I hope we can work to be on the first place. And yeah, we will do our best like a team to get it. Mauro Junior Zelf. Will be a special game for me because yeah, I have a lot of love for Heracles, and yeah, I was. Yeah, like I said, it was a good season for me. I have a lot of love for the people there, for the stadium, for everything. And yeah, it will be a special game for me, so I'm really excited to be in the stadium. If it's possible to play, I will do my best to play and to make the supports happy. But now against them, but yeah, that's football, and yeah, that's what I appreciate a lot. And yeah, it will be a special moment for me. And I would like to see everybody in the stadium I would like to see again your supports again. Ja, aankomende zondag dus hier de wedstrijd op Hervasito tegen PSV. Laten we hopen op een mooi duel. Tot zover Heracles TV voor deze week. Bedankt je voor het kijken en heel graag tot volgende week. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Assito en Jacques Hensen.